Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Woning, Keukens en Badkamers. Goedenavond, hartelijk welkom bij FC Rijnmond. Niets is zo onvoorspelbaar als de Eredivisie. Daar weten we na dit weekend in Rotterdam echt alles van. We gaan erover praten met Jan Eversen, oud-trainer, en Ruud van Os, collega van RTV Rijnmond. Jongens, we beginnen even met de korte ronde. Jan, hoe kan het dat een iets gewijzigd Feyenoord verliest van promovendus NAC? Je wijzigt op 5 plaatsen, dat is voor het huidige Feyenoord te veel. Sparta, Ruud, derde nederlaag dit seizoen, maar de vraag leeft vooral... Wanneer gaat Sparta een keer doelpunten maken? Ja, je denkt met Volas, met Agge, met Muren dat er genoeg scorend vermogen is. Nou ja, alleen Agge heeft er 2 gemaakt. Sparta 4 doelpunten uit 6 wedstrijden is gewoon veel te weinig. En Jan, Excelsior, dat wint bij AZ. Was dat voor jou de meest verrassende uitslag van dit weekend? Nou, NAC was de meest verrassende tegen Feyenoord. Maar Excelsior 0-2 bij AZ, dat had ik niet verwacht, maar ik vond het wel heerlijk. Ja, absoluut. Ja, Excelsior. Dus het is nooit eerder gebeurd dat het 3 uitwedstrijden niet verliest. Er was natuurlijk al de overwinning bij Willem II. Het was het punt bij Heracles Almelo. En vandaag dus de overwinning bij AZ. We beginnen deze zondagavond maar ook gewoon over Excelsior. Want het is gewoon hartstikke knap. Jan, wat is het succes van dit Excelsior? Ik denk dat ze een goede trainer hebben. Iedereen doet wat hij moet doen. En het staat gewoon goed. En als je zag de eerste 10, 15 minuten. Er werd de druk gezet op AZ. Dat was gewoon een heel goed plan. En uit die situaties krijg je 2 penalties mee. Is 0-2. En dan kunnen ze weer de geliefde spelletjes spelen. Dat is toch wel wat inzakken. En dan heel snel counteren. Dus ja, ik denk dat het een heel goed plan. En dat is ook een speelwijze. Hoeven ze zich natuurlijk totaal niet voor te schamen. Toch? Nee, ja. Je moet niet verwachten dat ze 90 minuten lang druk gaan zetten tegen iedere ploeg. Dus je hebt een trainer die speelt naar de mogelijkheden en haalt het optimale eruit. En Ruud, Luigi Bruins zit op pingels nemen. Ja, ik vind het echt knap. Hij heeft 9 strafschoppen genomen in de Eredivisie in zijn carrière. Alle 9 erin. En ja, hij beheerst het kunstje om heel lang te wachten. Hij laat de keeper kiezen. Als de keeper links kiest, kiest hij rechts. En als de keeper niet kiest, schiet hij hem er gewoon keihard in. Ja, volgens mij, Jan, dat moet jij maar zeggen. Dat is toch te trainen? Dat moet iedereen toch kunnen leren? Doen jullie op Kramer toevallig? Je moet wel veel vertrouwen hebben in jezelf. En hij is natuurlijk een hele technische speler die precies weet wat hij doet. Hij hoeft niet altijd naar een bal te kijken. Maar ik vind het heel knap, want er zijn er niet zoveel. Ik zit dan genieten als hij dat doet, hoor. Ja, goed. 2-0 de overwinning dus van Excelsior vandaag in Alkmaar bij AZ. Dat is klinkend, dat is prachtig. Hoewel het in de slotfase nog wel lastig werd voor Excelsior. AZ kan natuurlijk gewoon heel goed voetballen. Dus daar word je vanzelf een beetje teruggedrongen. En op een gegeven moment kwamen we er ook bijna niet meer uit. Maar wat we hebben laten zien zonder bal. Het lopen, het vechten voor elkaar. Ten koste van alles willen winnen. De trainer heeft het vaak aangegeven dat is iets wat we de laatste weken misschien net misten. En dat was vandaag denk ik absoluut terug. Het meest blij ben ik met de overwinning. Want als je naar de concurrenten om je heen keek, dan was dat hard nodig natuurlijk. We hadden natuurlijk ook een reeks van moeilijke ploegen waar we tegen gespeeld hebben. AZ is daar ook weer een ploeg van. Ja, dan is het heel prettig dat je hier op deze manier kunt winnen. Voor de eerste keer dit seizoen de nul gehouden. Ik denk de eerste 20 minuten echt goed voetbal. De dingen die we graag wilden zien. En daarna was het meer tegenhouden dan wat anders. Je hebt de tweede helft wel uitvallen gehad. Maar als je dan naar de teamprestatie kijkt, dan heb ik een team gezien dat keihard wilde werken. En wat er ontbrak de eerste helft bijvoorbeeld tegen Heerenveen voor de beker. Ja, dat zat er vandaag allemaal in. Ik heb spelers zich voor de bal zien gooien met 3 man voor de bal. Als ik 2 spelers eruit mag halen, dan zijn we mijn centrale duo die vandaag echt heel goed gespeeld hebben. Ja, staat het verdedigend zo goed bij Excelsior op dit moment, Jan? Nou, dat vind ik inderdaad. Er staan wel 4 kerels achterin. En wat hij net aangeeft van der Gaag, het centrale duo. Ik heb Faas verleden jaar zien spelen bij Heerenveen. Speelde hij helemaal niet zo goed. Dan werd hij eigenlijk elke week kreeg hij wel kritiek omdat hij fouten maakte. En als ik nu zie, een jaar later, hoe hij speelt, dan vind ik echt knap. Want het is een zekerheid. Het is een echte kerel die er nou staat. En ook zo'n Matthij, hè, die gaat er ook gewoon in. Die is voor niks en niemand bang. En wat Jan zegt, hè, Faas en zekerheid. Maar als De Wijs gewoon fit was geweest, had hij niet gespeeld. Want De Wijs vind ik nog een stapje beter. En De Wijs vind ik echt een hele goede centrale verdediger. En Matthij, daar hebben wij, ik ook, altijd twijfels over gehad. Van, kan hij het niveau wel aan? Vorig seizoen maakte hij heel veel fouten. Rood, strafschoppen. Ja, dat lijkt er langzamerhand een beetje uit te gaan. En dan wordt hij heel waardevol, want die weggooien, dat is natuurlijk geen bitterbal. Nee, integendeel.
Die maakt ze makkelijk, ja. Maar vandaag nergens te bekennen. Wie ook niet zo erg zichtbaar was, was de spits van Excelsior, Zakaria El Azouzi. Nou ja, in principe zou je na die 10, 15 minuten moeten denken, dit is een wedstrijd, dan kolf je naar zijn hand. Veel ruimte op de counter, want het is een counterspits. Ja. Maar ja, hij is niet gewoon niet balvast genoeg. Een goede counterspits moet ook heel balvast zijn, een bal goed bezig kunnen houden, goede aanname, goed het overzicht houden. Aan die specifieke kwaliteiten mist hij gewoon. Ja, Ruud, ik zag vandaag Van Duinen hem opvolgen en dacht daarna eigenlijk gelijk hoe lang zal het nog duren voordat Van Duinen de eerste spits wordt. Ja, maar dat heeft u alles te maken met het gebrek aan wedstrijdritme van Van Duinen en zijn blessure waar hij mee te kampen had. Had hij fit geweest, had hij al lang gespeeld. Ja, is dat echt denk je de eerste spits van Duinen? Van Duinen is de eerste spits van Excelsior, zeker als je de laatste wedstrijden van El Azouzi kijkt. Alleen dadelijk, als dat zover is, dan is het klip en klaar wie op nummer 9 staat, Mike Van Duinen. Maar El Azouzi op de bank, dat wordt geen feest. Nee. Nee, dan dat wil wel eens wat voor wat herrie in de tent zorgen. Hè? Moet hij weer terug naar Ajax. Enfin, dat hebben we met Sparta meegemaakt. Hoe dan ook, 3 waardevolle punten voor Excelsior. Wat die dan echt waard zijn, dat zullen we in de komende weken weten. Want Excelsior gaat nu spelen tegen concurrenten als VVV Venlo, ADO, Sparta, FC Twente. Ja, dan moeten punten worden gehaald. En vandaag is bonus. In principe punt. Wel, ja. Ja, precies. Ja. Dan gaan we met jullie wel nemen naar Feyenoord. Nou, wat ik wel mooi vind, 2 overwinningen voor Excelsior dit seizoen. Alle punten sowieso buitenshuis. Ja. En de 2 overwinningen die geboekt zijn, op gras. Tilburg en Alkmaar. Wil ik toch maar even zeggen, Jan? Ja, het is wel bijzonder. Heel fijn. Je ziet daar geen verband in? Nee, kijk, als je het veld van AZ ziet, ja, dat is net kunstgras zo mooi. Ja, dat is prachtig. Daar kan je ook voetballen, weet je. Dan gaat er niks boven gras. En nu op dit moment zijn alle velden, ook alle grasvelden in de Eredivisie top. Dat wordt later bij de ploegen die... Hebben we het niet over gras of over kunstgras? Over gras. Ja, ja. Ja, dat kunstgras is altijd hetzelfde. Dat ruikt ook altijd hetzelfde. Dat, ja, naar rubber. Rubber, ja. Dus, ja. Maar dat gras is nu nog hartstikke goed. Maar in de winter dadelijk niet meer. Alleen al bij de topploegen, die hebben die van die assimilatielampen. Weet je, dat groeit het ook in de winter door. Ja, dan blijft het mooi. Maar bij de andere clubs niet meer. Nee, goed. Excelsior wint dus bij AZ op dat mooie grasveld daar. Feyenoord verliest onthutsend en eigenlijk ook wel een beetje onverwachts. Gisteravond in de Kuip met 2-0 van NAC Breda. Het was voor het eerst sinds 31 januari 2016 dat Feyenoord in eigen stadion weer een competitiewedstrijd verloor. We gaan er uitgebreid over praten. Eerst nog even kijken naar onze stelling van vandaag die wij communiceerden via Twitter. Wat dachten de mensen over die nederlaag van Feyenoord van gisteren tegen toch de promovendus NAC Breda? Het verlies van Feyenoord tegen NAC is een incident. 65% denkt dat dat zo is. En de rest denkt dat dat niet zo is. Dat is geen overtuigende meerderheid. Jan, was het een incident? Nou, kijk, ik ben het er ook niet mee eens. Ik vind het ook een incident. Maar dan moet je wel compleet zijn. Dan blijft er ook een incident. Maar als jij iedere week zoveel spelers mist en belangrijke spelers, dan denk ik niet dat ze alleen tegen NAC verliezen. Maar dan zouden ze van iedere ploeg wel een keer kunnen verliezen. Maar ook de vervangers moeten toch beter zijn dan wat NAC gisteren op het veld had staan? Ja, in principe wel. Maar als iedereen die minder is dan de basis ook gaat denken van zichzelf dat ze eigenlijk veel beter zijn dan NAC en het ook een beetje uitstralen in het veld en dan een paar stappen minder doen, dan hebben ze het niveau wat minder is dan NAC. Ja, dat bleef voor mij boven inderdaad, dat inspiratieloze van Feyenoord. Afgelopen week in de Voetbal International, het weekblad, een column van Taco van der Velde, die vindt gebrek aan scherpte, vindt hij een containerbegrip. Maar ik vond gisteren juist een voorbeeld bij Feyenoord, een gebrek aan scherpte. Ze begonnen slap als je ziet hoe die doelpunten tot stand komen. Als je ziet bij die goal dat Botterien een kopduel verliest, daarna Vilena verliest een kopduel. Niemand let op Korte. Ook daarvoor die Manu Garcia met zijn kans, hoe die kon wegdraaien bij 3 man. Feyenoord was gewoon niet met deze wedstrijd bezig. Feyenoord dacht 80%. En dan vlammen dinsdag in Napels. Dat zag je aan alles. Heeft hij daar gelijk in, Jan? Nou, ik kan me dat prima vinden. Ik zie die wedstrijd en ik zie de manier waarop Vilena de kopduel verliest. Ja. Daar zie ik vanmiddag van Excelsior niemand op die manier een kopduel verliezen. Die verloren bijna geen kopduel. En hij gaat erin van, oh, dat zal toch wel niks worden. Ja. Weet je wel zo. Ja. Ja, en dan staat die Korte daar helemaal vrij. Ja. Niemand kijkt naar hem. Dick staat er 2 meter achter. Die staat lucht te dekken. Het heeft puur alleen maar te maken met hoe begin je een wedstrijd. En dat is heel moeilijk om dat daarna nog terug te draaien. Als de mentaliteit niet goed is en het is gemakzucht, ja, dan zie je dit soort wedstrijden krijg je te zien. En als je Feyenoord niet compleet is, krijg je er echt nog wel een paar te zien dit jaar. Ja, ja, want je zegt dit is een incident. Maar als ik terugdenk aan de tweede helft bij Heracles Almelo een aantal weken geleden. Manchester City dan maar even buiten beschouwing latend. PSV de eerste helft uit. Was ook niet fantastisch. Tegen ADO in de beker was het eigenlijk de hele wedstrijd niet zo heel erg goed. Nee, maar Heracles uit is 3-0. Speelden ze goed in de eerste helft, hoor. Tuurlijk. Vond ze echt heel goed spelen. Heel scherp. En de goals vlogen er ook in.
En dan ga je toch in die tweede helft, komen ze de kleedkamer uit. Dat Heracles, dat heeft op de donder gehad. Dus die komen anders dan in de eerste helft eruit. En zij komen toch niet uit met het idee, van... nou ja, 3-0, dat wordt wel misschien wel 4-5-0. Ja. En dan zie je gelijk dat je dan naar een heel laag niveau terugzakt. En dat kan niet. Dat was de tweede competitienederlaag op rij voor Feyenoord. Gisteren tegen NAC Breda. Dus het zal na afloop in de kleedkamer ongetwijfeld gestormd hebben. Natuurlijk is harde woorden gevallen en dat is denk ik ook normaal. Als Feyenoord zijn, dan mag je hier thuis niet verliezen. En, met alle respect voor NAC, maar ja, hier mag je gewoon niet verliezen. Alleen ze hebben wel verdiend gewonnen en ja, dat kunnen we onszelf kwalijk nemen en we moeten ons daar wel voor schamen. Ja, het is in de statement dat dit een hele dreun is. 2-0 verliezen thuis van NAC, dat is kampioen onwaardig. Ik denk een hele slechte wedstrijd van onze kant en ja, onbegrijpelijk dat je zo speelt thuis in de Kuip en dat je hier eigenlijk gewoon verdient om te verliezen. Maar ik denk dat woensdag ook al een waarschuwing was dat het niet vanzelf gaat, dat we gewoon nog harder moeten werken en als wij denken dat wij met 80% of 90% hier wel even de klusje gaan klaren, dan hebben we het gewoon mis, want vorig jaar speelden we ook sommige wedstrijden niet goed, maar won je dit soort wedstrijden wel. En dat is nu niet het geval. Dus ja, we moeten nog harder werken en zorgen dat de hele groep fit is. Ik denk bijvoorbeeld PSV tweede helft dat je juist een hele goede wedstrijd speelt en daar moeten we het vertrouwen uit halen. Ja, dat lukt niet. Alles wat we vorig jaar natuurlijk hebben bereikt met keihard werken, dat komt niet vanzelf weer terug. En dan zullen we elke week voor moeten strijden. En laat dit een wake-up call zijn voor de rest van het seizoen. Dinsdag wacht dan Napoli, een van de betere ploegen op dit moment in vorm in Europa. Ongeslagen daar in Italië. Met wat voor gevoel reis je daar naartoe? Met toch weinig vertrouwen, denk ik, na aanleiding van de laatste weken. Nou, we hebben natuurlijk altijd vertrouwen, maar het is natuurlijk wel een enorme tik wat we vandaag hebben gekregen, wat we moeten verwerken. En dus daar zullen we de komende dagen voor nodig hebben en we zullen er dinsdag weer moeten staan. En dat zullen we ook gaan doen. Ja, over die wedstrijd van dinsdag in Napoli komen we zo meteen nog even te spreken. Toch nog even terug ook naar gisteravond tegen NAC. Jan, jij bent trainer geweest in betaald voetbal, nu bij BVCB. Gisteren 1-0 verloren van Piers Hill, maar daar praten we maar niet over. Hebben we maar even niet over. Zo'n avond als gisteren, als dan Van der Heijden de lat raakt, Amrabat raakt de lat, Kramer mist ook nog eens een strafschop. Herken jij dan dat gevoel misschien als trainer dat je denkt van ja, we kunnen vandaag door blijven voetballen tot tweede kerstdag. Hij gaat niet vallen. Nou, dat had ik gevoel al gisteren. 35% balbezit, 1 aanval van een tegenstander. Je hebt het niet over BVCB, toch stiekem weg, geloof ik. Maar dat jij vraagt, heb je dat gevoel wel eens eerder gehad? Ja, die wedstrijden zitten ertussen. Maar je moet ook kijken naar het voetbal. Want de beste kansen waren in principe voor NAC gisteren. NAC had er met 2-0 voor kunnen komen, wat Feyenoord nog niet een kans gehad. En de kansen die vallen, dat zijn er allemaal uit scrimmetjes en niet echt uitgespeelde aanvallen. Dat je zegt van, joh, we hebben wel 5 keer alleen voor de keeper gestaan. Ja, en als dan Brad Jones ook nog een beetje rare dingen gaat doen, dan ga je toch zorgen. Nee, maar het is gisteren werd er gewoon bar slecht gevoetbald. En er is geen enkel excuus. Je hoort al die clichés, Feyenoord onwaardig en dit en dat. Er staan er allemaal schuldbewust staan ze erbij. Maar ik heb in het veld niemand gezien die het voortouw nam. He, want, zelfs als ze een slechte bal krijgen, staan ze nog met de duim omhoog. Maar wie zou dat dan moeten doen? Wie is de Kuit van nu? Volgens mij moet dat beginnen ook op de bank. Daar zit, even overdreven gezegd, voor 3000 interlands. Ja. Maar ik zit zo nog eens te wachten, al 2 jaar lang of 1,5 jaar lang bij Van Bronckhorst, op dat hij iets verzet, waardoor het wedstrijdverloop verandert. Kijk, als het goed gaat, gaat het goed, dan hoeft hij niks te doen. Maar als het slecht gaat, het wedstrijdverloop veranderen, dat heb ik hem nog niet zien doen. Maar wat zou hij hebben kunnen doen gisteren? Nou ja, gisteren breng je een spits erbij. Larsson eerder brengen misschien. Ja, maar je brengt gisteren een spits erbij. Terwijl je al een statische spits hebt lopen. Nou, die kan er niet naast gaan staan. Dus die gaat een beetje op middenveld lopen. En dan denk ik, wat is de reden van zo'n wissel? Weet je ook, hoe begin je? Je begint weer met Kramer. Begrijp je? En dan denk ik wel eens, ja, we hebben geen andere spits. Dan denk je, joh, waar zet die Boetius gewoon in een punt? En gaan dus met 5 bewegelijke middenvelden spelen. Spanje speelt tegen Italië met 1 spits, Asensio, verder allemaal middenvelders die allemaal bewegen. Maar dat is Spanje-Italië, dat is top tegen top. Dit is top tegen Provenders. Ja, nee, maar je kan tegen NAC kan je dat wel eens een keer uitproberen. Want laat me eerlijk weten, je speelde verleden jaar in de eerste divisie. Die werden daar nog niet eens kampioen. Hebben wel een hoop nieuwe spelers gekregen. Maar dan kan je wel eens iets proberen met veel meer beweging. En je zit maar te kijken naar vleugelspelers die hun vent niet voorbij komen. Er komt geen bal voor de goal. En dat, ja, ik zie gisteren weer te kijken naar Bilal, ja, met alle respect, joh. Ja, wat
Ja, op een gegeven moment, moeten we daar nu nog mee? Op een gegeven moment, Boetje is een actie, loopt hij over de achterlijn. Ja. 1 minuut later, Bilal een actie, loopt hij over de achterlijn. Het grappige is dat als Boetje doet, vinden we het jammer. Als Bilal doet, gaat de hele Kuip zitten fluiten. Nou ja, en het frappante vooral is... doet het wat minder. Ik heb het Bilal al veel vaker zien doen. En niet dan, als invaller, Jan. Als invaller doet hij het best aardig. Maar dan krijgt hij de kans in de basis. Hij zegt dan best aardig. Want dan komt hij er van de week in en dan geeft hij vanaf links een voorzet. Maar eerst moet die kanon uitglijden. Dan kan er gescoord worden. Want blijft hij gewoon op zijn voeten staan, schiet hij gewoon weg. En dan, dan zie je hem een beetje kijken. Zo, dat heb ik wel even gedaan. Wat ben ik toch geweldig. Ja, ik blijf het zeggen. Dat daar, van dat soort spelers daar gaat Feyenoord niet beter van voetballen. En Amrabat krijgt gisteren tegen NAC weer de kans in de basis. Ook tegen ADO midweeks voor de beker. Denk je dat hij ook voorlopig in de basis zal blijven staan? Niet als ze compleet zijn. Kijk, het is een speler met potentie, maar... Hij moet eerst nog de volgende stap maken. Handelingssnelheid moet wel. Zijn passing moet secuurder. Voor de middenvelden heeft hij toch wel vaak slordige passing. Maar als back is hij toch beter dan Dix? Maar dat wil hij niet, hè? Hij wil geen back. Hij heeft toch niks te willen. Karsdorp was ook een middenvelder. Als je hem dan gaat gebruiken, moet je hem back zetten. Want hij heeft wel een enorme power en drive vooruit. En hij kan, denk ik, beter voetballen dan Dix. Denk het ook. Maar we mogen één ding, je hebt het dan over inderdaad buitenspelers als Bilal. Dit is wel een noodgreep, omdat Berghuis geschorst wordt, Toornstra geblesseerd, Jurgensen geblesseerd, moeten er andere spelen. Ja, en die blijken gewoon van zo'n groot minder niveau te zijn, dat het verschil gewoon veel te groot is. Ik vond trouwens wel opvallend, die blessure van Toornstra werd op vrijdag op de persconferentie, toen Feyenoord al voor het laatst had getraind, helemaal niet genoemd. Dat zei jij van de week ook, maar hij kan natuurlijk ook met pijn in de knie naar huis gegaan zijn, niets gezegd hebben en zaterdagochtend wakker zijn geworden met pijn in zijn knie. Noem maar wat. Ja, dat geldt voor Sint-Juste trouwens, dat was ook verder niet over bekend. Ja, die had een schouderblessure. Maar het is wat Ruud zegt. Als Feyenoord 5 belangrijke spelers mist, wat erachter zit, is te groot een kwaliteitsverschil. Ja. Soms zeg je nou, we hebben een type als Kramer, maar we kunnen Jurgens op de achtergrond. Heb je een ander type, iets andere manier van voetballen. Maar met Jurgens hebben we wel een ander type. Maar er wordt er niet meer gevoetbald. En dat is het grote probleem bij Feyenoord. Je hebt een veel te smalle groep. Ja, het zijn er 5 die niet spelen, maar het zijn er ook nog eens 3. Jurgensen, Berghuis, Toornstra, die gewoon de doelpunten te maken normaal gesproken bij Feyenoord. En die Toornstra, Toornstra is eigenlijk van alle middenvelders eigenlijk de enige die een steekpaas kan geven. Even wat Filet heeft er moeite mee. Dat heeft El Amadi ook niet echt. Maar hij heeft echt... Het zicht en de kwaliteit om maar te spelen. Jan, ze hadden met Toornstra ook verloren van Manchester City. Ben ik van overtuigd. Maar toch blijf ik het vreemd vinden dat hij die wedstrijd niet speelde. Ja, ik ook. Want ik vind het al tijden een van de betere spelers. Scoort altijd in de Kuip. Ja. Hoe vind jij trouwens dat jouw oogappel, Jan, Erik Botteging doet bij Feyenoord op dit moment? Dat vind ik op dit moment niet sterk spelen. Maar dat geldt ook voor Jan-Arie van der Heijden. En ik denk dat het te maken heeft met 2 nieuwe vleugelspelers. Kijk, verleden jaar konden ze nog wel eens een fout permitteren. Want die Karsdorp liep dat goed, want die had die TGV. Of Congolo herstelde dat vaak. Ik vertaal het even TGV. TGV. TGV op z'n Hollandse. Okay. Maar die herstelde dat dan. Maar nu, Dix ziet dat niet. En Hap speelt niet. En er speelt Nedom. En die ziet dat ook niet. Dus zij worden wat onzeker. Ook in de opbouw. Dix gaat vaak zo ver vooruit staan dat hij niet aanspeelbaar is. En als die aangespeeld wordt, dan is de eerste aanname altijd terug. En die gaat naar de keeper. Dus het probleem blijft een probleem. Ja, het is niet iemand die opendraait en vooruit een oplossing gaat. Bij die kans van Ambrosi, waar NAC niet scoorde, met dat doordekken van Botteging, dacht, waar ga je nou helemaal heen? Toen lag het echt achterin helemaal open. Ja. Gelukkig schiet hij hem er niet in. Maar hij was gewoon weg. Ja, maar je merkt gewoon, maar dat zie ik ook met Van der Heijden, allebei zijn ze onzeker. Dat is niet... Maar hoe komt dat dan? Ze zijn kampioen geworden. Ze spelen in de Champions League. Wacht even. Ze staan aan kop voor dit weekend. Je verliest 2 hele sterke backs, hè? Vergis je niet. Hè? Het zijn 2 de helft van je verdediging. Ja. Nee, oké, eens. En dat is zo belangrijk voor het centrum, dat je kan vertrouwen op je vleugel. Maar mijn overtuiging is dat als op de linkerflank, als Haps gewoon kan spelen, is Feyenoord daar niet op achteruit gegaan, toch? Ten opzichte van Congolo nog wel een treetje hoger is dan Haps. Ja? Ja. Okay. Zeker verdedigend. En Haps staat erom bekend dat hij aanvallend beter is. Maar ik vind hem aanvallend ook nog heel slordig. Dus, maar dat heeft ook, net als Amrabat, heeft wel potentie om het te halen. Maar als je onzeker bent en het moeilijk hebt tegen NAC, dan hou ik mijn hart vast voor dinsdag. Daar wilde ik het nu net over hebben. Want dinsdag speelt Feyenoord in de Champions League. De 2e wedstrijd in de poolfase. We zijn nu met deze uitzending ook live op Facebook. Er zijn diverse mensen die al suggestie doen. Ja, wat wordt het speelsysteem? Kevin zegt bijvoorbeeld 4-4-2 Feyenoord. Nou, dat is niet onverstandig. Kijk, ik denk dat heeft daar weinig zin om met 3 spitsen te gaan spelen. Want dan word je op middenveld helemaal overlopen. Dat dachten we tegen City toch ook. En dat dachten we misschien tegen PSV toch ook. En toen deed Van Bronckhorst het niet. Nee.
Hij zal toch wel geleerd hebben van City? Het is, je moet niet gaan experimenteren. Je moet iets spelen wat een beetje op 4-3 lijkt, maar wat eigenlijk wat meer zekerheden geeft. Dan speel je gewoon met 4 middenvelders. En die extra middenvelder is dan Amrabat? Amrabat? Ja. Fysiek kan die het niveau zeker aan. Ja. Ja, want dat is ook nodig, hè? Want ik weet niet of jullie de laatste weken Napoli een beetje hebben gevolgd. We hebben nu net samen naar de samenvatting zitten kijken in die wedstrijd van gisteren tegen Spal, die ze net aan winnen, maar uiteindelijk winnen ze wel. En, woensdag 4-1 bij Lazio. Ja. Vorig seizoen werden ze derde in de Serie A, maar wel veruit de meeste goals gemaakt. 94 goals. Zeggen altijd Italië, hè, negatief, Catenaccio, noem alle clichés, maar 94 goals. Het is geen Manchester City, maar ze hebben wel een hele goede ploeg. Als je namen ziet, Mertens, Insigne, Callejon, noemen ze allemaal Hamsik. En gewoon 22 doelpunten al gescoord nu in 6 wedstrijden. 18 punten gaan aan kop. Ja, in Italië. Ja. Niet in de, kijk, die had in de Nederlandse competitie al 62 gemaakt. Ja. Juve heeft ook 18 punten. Dus oké, okay, maar hoe moet Feyenoord gaan spelen? Maar wacht even, ze verliezen wel van Shakhtar ook, hè? Dus het is ze winnen van Shakhtar. Ja, ze verliezen. Van Shakhtar. Ja, klopt. Ja. Ja. Dat is ook nog eens een vervelend vooruitzicht. Maar Shakhtar is... Ja, dat is niks minder. Dat is ook een topploeg. Nee, maar we hemelen terecht Napoli nou op. Maar Napoli heeft dus ook zijn kwetsbaarheden. Ja, maar hoe, even los van het systeem, hoe moet Feyenoord die wedstrijd ingaan? Hoe moet je dat nou doen? Dat je verdedigend, dat het heel goed dicht in elkaar is. Dat je centrum goed bezet is. Ja, dat je voor je 2 centrumverdedigers, 2 sterke middenvelders hebt staan die goed controleren. En dan moet je desnoods met 1 spits gaan spelen, 1 eromheen bewegen. Dan moeten ze toch een beetje gaan zoeken. En dan 2 middenvelders, die het kunnen belopen. En dan kunnen incidenteel je vleugelverdedigers ook eens een keer mee. Want je moet niet denken dat je daar 15 kansen krijgt. Het is niet de Eredivisie. Dus je moet daar heel zuinig zijn met je kansen. Er zullen er een paar zijn. En je moet proberen niks weg te geven. Ruimtes klein houden. En niet te veel ruimte in je rug, maar ook niet in je eigen 16 gaan staan. Want... dan 100% gaan ze dan 1 of 2 keer een penalty krijgen. Dus, Waar wij zo dol op waren de afgelopen jaren bij Barcelona, dat 1-2 keer raken, dat voert Napoli onder Mauricio Sarri ook wel aardig uit, hoor. Dat 1-2 keer raken. Moet je eens op YouTube gewoon eens even intikken. Hè? Sarri Napoli, dan krijg je wat filmpjes zien hoe zij uitverdedigen vanaf de cornervlag naar de andere goal. Nou, als ze dat dinsdagavond doen, dan krijgen ze hoofdpijn bij Feyenoord. Als het nou dinsdagavond rond de klok van 19:30 is en jullie krijgen de opstelling van Feyenoord tot je en Michiel Kramer staat in de spits, wat denk je dan? Ja... ik zou het niet verstandig vinden, maar ja, ik ben geen trainer van Feyenoord. Dus, en als hij hem opstelt, zal hij daar een reden voor hebben. Maar ik denk niet dat hij dat gaat doen. Daar heb je in dit soort wedstrijden helemaal niks aan. Denk jij, Ruud? Nee, wat ik zeg, ik denk dat hij geleerd heeft van Manchester City thuis. Nou, we gaan het zien. Het is allemaal te volgen hier bij RTV Rijnmond. Onze jongens gaan morgenochtend al vroeg met het vliegtuig. Inclusief ik, dat wordt een vroeg wekkertje morgenochtend. Maar we gaan er natuurlijk heel veel verslag van doen. Online, op de televisie, op de radio. En dus dinsdag vanaf 9:15 ook integraal verslaan. Napoli tegen Feyenoord. Even los van de verwachtingen. Het is toch überhaupt gewoon prachtig dat Feyenoord op dit podium staat. Misschien niet zo lang, maar het is wel mooi. Maar niet als het dadelijk 6 gespeeld 0 punten is. Nee, dan was er geen reet aan. Sparta, dat verloor gisteravond in de competitie. Dat was de derde keer alweer dit seizoen. Uit bij ADO Den Haag met 1-0. Ondanks Ruud dat het de eerste helft best wel aardig uitzag. En ik dacht, nou, daar zijn punten mogelijk voor Sparta. Ja, maar voor punten heb je doelpunten nodig. En dat is wat ik al vaak heb gezegd, echt het probleem. En natuurlijk, in heel de Eredivisie wordt naar een scorende spits gezocht. En dan Willem II stuit in één keer op Frans Sol vorig jaar. Dat is dan een gelukje. En Sparta haalt veel spelers en hoopt dat gelukje er dan ook bij zit. Nou, Nick Prosnitz hebben we nog niet zien spelen. Volas is te vroeg om hem af te schrijven, maar maakt ook geen geweldige indruk. Dan gaan alle kaarten op Ache. Nou, daar vind ik hem net iets te jong en onervaren voor. Dat kan je zo'n jongen niet aandoen. Ja, en als Muren dan pech heeft, goede kopbal, bal op de paal, dan blijf je vaak met lege handen achter. Ache trouwens hoopt ooit voor het Duitse elftal te mogen uitkomen. Ja, hij is in Frankfurt geboren. Ja, hij heeft ook alleen een Duits paspoort. Hij heeft helemaal geen Nederlands paspoort. Dus hij kan voor Duitsland uitkomen. Ja, dan kan hij maar hopen dat hij voor Nederland uitkomt. Maar dat heeft niet zoveel zin. Nee, Duitsland wil hij dus heel specifiek. Goed aan Alex Pastoor, de trainer van Sparta. De vraag hoe het toch komt dat het nog niet echt loopt met Sparta. Je kunt allerlei dingen aandragen wat een mogelijke oorzaak zou kunnen zijn. Ik denk dat het op dit moment in het creëren van kansen in het voetballen echt de goede kant op gaat. En in het afronden, daar moet je ook af en toe wat mazzel bij hebben. Want als je de kopbal van Robert ziet, die Swinkels prachtig pakt. Uit de tegenaanval krijgen we de tegentreffer. Daarna schiet hij nog een keer op de paal. Een schot van Ryan wordt geblokt. Bronjo krijgt hem net niet bij Muren. Hij staat alleen voor de keeper. Kopbal van Cheryl. Dat zijn allemaal dingen, daar moet het ook een klein beetje mee zitten. Des te vaker in die situatie komt, des te vaker zul je ook gaan scoren. Want dat brengt zulke situaties nou eenmaal op die manier met zich mee.
Na de bekerwedstrijd tegen RKC was je boos, teleurgesteld. Wat vond je dat er vandaag beter ging ten opzichte van die wedstrijd? Vrijwel alles. Daar hebben we de eerste 20 minuten aardig gespeeld. En nu hebben we rondom de tegentreffer hebben we niet zo dominant gespeeld. Maar op een ander podium tegen een andere tegenstander. En dat hebben we echt uitstekend gedaan, vond ik. Ja, toch grepen Pastoor in gisteren in Den Haag. Zanussi en Verhaar in de basis. Met andere woorden, we hebben wel steeds een ander elftal bij Sparta op het veld. Kijk dat hij ingrijpt naar RKC, na zo'n blamage, dat snap ik. Maar die wijzigingen zijn wel frequent. Het is niet de eerste keer. Ik heb ze nou 3 keer gezien in de wedstrijdenweek. Dat ik zit te kijken. En dan zie ik iedere keer een ander elftal. Ik denk van, hoeveel spelers hebben ze wel niet? Ja, ze hebben er veel gekocht, Jan. Ja, ze hebben er heel veel. Ze kopen niet natuurlijk, ze halen. Ja. Maar in het begin viel het wel mee met die wijzigingen. Maar de laatste week inderdaad, na RKC zeker. Ik vind alleen, Jan, heb jij wel eens het woord uitstekend gebruikt voor je ploeg als je zo verliest als gisteren in Den Haag? Vind ik uitstekend een beetje, ja, nee, beetje een misplaatste term. Ja, maar Ruud, dat is, kijk, je, als trainer kan je niet altijd zeggen wat je denkt. En want dan ben je altijd heel negatief, weet je wel zo. Maar ik heb gisteren ook gekeken. Ik vond het niet uitstekend. Nee. Er waren hele slechte fases bij. Dat denk ik, ja. Maar ik ben eigenlijk kijker. En die dan mijn mening wordt gevraagd. Dus dat is anders dan een trainer. Hij kan niet zeggen wat hij altijd denkt. Dat deed hij woensdag in Waalwijk maar wel. Uitstekend, dat is. Ja. Maar tegenwoordig is. Ik heb wedstrijden gezien aan werkelijk. Die waren niet om aan te gluren. En dan hadden ze een afloop. Ik heb goede dingen. Ik denk, ja, Jezus Christus, man. Je moet bij artsen zonder. Pas op, je hand is zonder. Ja, sorry. Maar je moet bij artsen zonder grenzen gaan werken als je zo denkt. Weet je wel? Ja. Ik vind dat die. Dat staat dan neer. Maar je moet positief zijn. Bij ons is het natuurlijk in de stad makkelijk om te vergelijken. Hè? Feyenoord steekt er bovenuit. Maar bijvoorbeeld Sparta en Excelsior. Die kan je goed tegen elkaar tegen het licht houden. Dan zie je bij Excelsior, daar wordt wel eens van gezegd, die doen niets anders dan overleven. Die halen alleen maar spelers om te overleven. Bij Sparta zeggen ze, nee, wij willen jonge spelers halen die we dan mogelijk ook gaan doorverkopen. Nou, dan komt er een Bambok, dan komt er een Dobson, dan komt er een Chabot. Hè, want dat zijn vaak jonge buitenlandse spelers. Maar dan denk je, ja, wie is nou eigenlijk beter af? Kijk, Sparta verkoopt wel eens een Van Drongelen, maar wel uit de eigen jeugd. Of een Dumfries, maar wel uit de eigen jeugd. Die spelers van buiten jong, die verkopen ze nooit. Dus doet Excelsior het nou echt verkeerd door spelers zonder restwaarde te halen? Volgens mij niet, want het is alleen maar overleven. Maar voorlopig winnen ze wel in Alkmaar en blijven ze er toch ook gewoon weer vorig jaar toch ook wel vrij makkelijk in. Ja. Dat volgende groeibriljantje van Sparta zou volgens mij Floranus moeten worden. Hè? Dat zou de volgende moeten zijn die ooit een hoop geld gaat opleveren voor Sparta. Nu de rechtsback bij Sparta. Gisteren trouwens een beetje lullig door de benen gespeeld door El Kayati. Dat levert ook die 1-0 op. Maar nu is er toch een discussie gaande, merk ik, bij Sparta. Dat die linksback Marveld het niet zo best doet. En dat toch de roep om Floranus linksback te maken en daardoor Holst rechtsback toch wel een roep van supporters is om het dan zomaar te gaan doen. Is dat iets waarvan jullie denken? Ruud gaf wel een goed ding aan. Ze halen jonge spelers uit het buitenland en hopen dat die goed verkocht kunnen worden. Goede spelers uit het buitenland, jonge spelers die je goed kan verkopen, haalt Sparta niet. Want die haalt Manchester United, precies. Chelsea. Die kopen er elk jaar hele busladingen vol. Kopen die. Komt daar een cruiseschip achter jou, Jan? Nu. Ja, dat zien de mensen thuis misschien. Maar prachtig gezicht, ja. Groot cruiseschip. Hij is het nog net zien. Maar ga door. Nee, maar cruiseschip. Ja, ook. Maar mooie is, gaat hij weg? Hij gaat weg. Oh, daar heb ik hem gemist. Maar wat mooie is, kijk, Chabot, die zit bij Red Bull Leipzig. Die is transfervrij. En HSV pakt hem niet, maar komt naar Sparta. Hij gaat 4 miljoen voor Van Drongelen betalen. En dan haalt Sparta die Chabot van Leipzig. Nou, dan weet je al, als ze in Duitsland niet opgepikt wordt, dan weet je al, dan zal het geen kans is zo klein dat je een groot talent uit het buitenland naar je toe haalt. Hè, ik geloof daar niet namelijk in. Wel Duits jeugd international, hè? Jeffrey. Ja, ik vind dat wel een term die aan flinke deflatie onderhevig is, hoor. Jeugd international, want tegenwoordig noemt iedereen zichzelf jeugd international. Zo, dan moet je toch in een tegenwoordig elftal hebben gespeeld. Ja, maar stelt niet zoveel meer voor. In Nederland zijn er duizenden voetballers die in onder 17 en onder 19 hebben. Je hoort er nooit meer wat van. Nooit meer. Roy Kortsmit, dat is een tovenaar. Die haalt de bal uit. 4 stuks binnen 3 seconden. Dat was fantastisch. Ja, maar dat is ook wel grappig, hè? Ik spreek regelmatig ook Spartanen, weet je. Bij BVSB lopen ook een aantal Spartanen. Je bent er ook trainer geweest natuurlijk. Ook trainer geweest. Maar je kent ook mensen die Spartaan zijn. En dan zijn ze vaak ontevreden over Kortsmit. Maar afgelopen zaterdag pakt hij 4 keer in de tijd van 3 seconden, geloof ik, of 2 seconden, pakt hij 4 keer een geweldige bal. En die week ervoor pak je 2 strafschoppen. Ja, ik heb het wel vaker gezegd. Weet je, de keeper wordt altijd langs zo'n enorme hoge lat gelegd. Sparta is de nummer 15 van Nederland. Maar de keeper beoordelen we alsof hij de nummer 1 van Nederland moet zijn. Nee, Sparta heeft een goede keeper voor nummer 15. Sparta, want kijk naar andere clubs. Is die pasveer van Vitesse dan echt zoveel beter dan de Kortsmit? Echt niet.
Sparta heeft gewoon een prima keeper. Nee, maar elke Sparta bij keeper, of elke keeper bij Sparta wordt vergeleken met Doesburg. Jan van Beveren. Het de goeie, weet je, dat soort keepers. Ja. Ja, dat waren topkeepers, maar dat heb je nu natuurlijk niet meer. Ja, en een keeper van de nummer 15, ja, die maakt wel eens een foutje. Maar wees nou blij dat ze Kortsmit hebben en niet een of andere andere ballen vangen die je wel eens... Nee. Met alle respect, maar is Christensen van Excelsior, is dat dan de topper? Nee toch? Nee, ja. Nee. Denk het niet. Het was een bijzonder Eredivisie weekend. Sparta sluit het trouwens af als de nummer 15. En Excelsior staat op dit moment 12e in de Eredivisie. Ja, we hebben natuurlijk over de Rotterdamse Eredivisie voetbal. Maar als je Utrecht PSV 1-7, Ajax Vitesse. Hoe is dat nou allemaal mogelijk? In wat voor voetballand leven we toch in Nederland? Ik heb allebei de wedstrijden gezien. En de eerste kwartier bij Utrecht PSV had PSV ook gewoon 2-0 voor of 2-0 achter kunnen staan. Hè? Ja. Dan maken ze uit het niets 1-0. Gewoon uit het niets. En dan wordt het 1-1, dan maken ze 2-1. En op dat moment was het echt nog gelijkwaardig, allebei de ploegen. En in de tweede helft wordt het 3-1. En dan zie je wat je bij Utrecht dan ziet, dat verbaast mij wel. Maar dat Utrecht zou toch kampioen worden van Nederland, heb ik wel gehoord. Volgens de Feyenoord studio voetbal, ja. Dat zeggen Utrecht supporters, maar iemand met een beetje voetbalverstand zegt dat niet. Maar weet je wat, daarna, na die 3-1, ze lopen niet meer met de tegenstanders mee. Ik zie Braafheid 2 keer... buitenspel opheffen, denk ik, zo ervaren spelen, ja. WK-finale gespeeld. Ja, natuurlijk, maar dat mag niet. Weet je, als ik dat zie, denk ik, hoe kan dat nou? Ja. Maar en daardoor wordt er 7-1. Elke bal ging erin. In die hele kunstgrasdiscussie komt het opnieuw verdelen van de televisiegelden heel vaak aan bod. En dat willen de rijke club niet, want dan verliezen ze de aansluiting met Europa. Ja. Nou, incidenteel, Ajax heeft de Europa League finale gehaald, maar die aansluiting zijn we al lang kwijt. Investeer lekker in de Eredivisie. Maak alle clubs sterker, laat ze dichter naar elkaar komen. Want de Eredivisie, we zijn er dol op. De tribunes zitten vol. We genieten er iedere zondag weer van, zoals vandaag. Bizarre uitslagen. Kijk, voor ons is Feyenoord NAC niet leuk, 0-2. Maar dat het kan gebeuren, maakt die Eredivisie wel interessant. Dus vergeet naar die Europese aansluiting. Gaat ons nooit meer lukken. Nee. Gaat ons nooit meer lukken. Investeer lekker in de Eredivisie. Maak iedereen sterker. Ik wil het maar gewoon even kort aansnijden zo aan het einde van de uitzending. Dat we een bizar weekend hebben gehad. In de Super League boekte FC Dordrecht een 2-1 overwinning bij Helmond Sport. Dat was voor het eerst weer sinds een jaar dat de FC Dordrecht een uitduel in de competitie wist te winnen. Ze staan 11e. Ik denk als ze daar aan het einde van het seizoen staan, dan zijn ze bij FC Dordrecht waarschijnlijk hartstikke tevreden. Het is jammer dat het een beetje buiten ons gezicht zat en buiten ieders gezicht zat. Want de samenvatting zijn geloof ik 2:30 op vrijdag. Ja, ik moet eerlijk zeggen, het gaat ook aan mij en aan jou. Blijf je ervoor op? Ja, ik weet nog eens wanneer het komt. Ja. Ik moet eerlijk zeggen, ik zit ook wel eens te kijken naar die samenvatting. Dan is er echt niks anders op tv. Ja. Maar het is ook niet meer leuk om te kijken. Ook die zie ik de derde divisie, de tweede divisie. En dan denk je, waar zit je naar te kijken, joh? Weet je wat? Dat is toch, ja. Nou, naar BVCB kijken word ik ook niet vrolijk. Nee, ja, maar dan heb je nog bekenden. Je kan lachen, een biertje na aflopen en zo. En echt gras. Jij hebt ons nooit zien spelen, dus je kan er niks over zeggen. Dat is een kwestie van tijd. Anders zou je dat nooit zeggen. Jan Eversen, zeer bedankt. Graag tot een volgende keer. Ruud van Os, jij ook bedankt. We zien jou ook gauw weer terug in FC Rijnmond. Morgen als altijd op TV Rijnmond, Sportclub Rijnmond. Dan blikken we verder vooruit op de Champions League ontmoeting van Feyenoord. In en tegen Napels, tegen Napoli dus. En dat is allemaal live te volgen. Dus als gezegd, dinsdag op Radio Rijnmond en online via Rijnmond.nl. Ja, we hadden net al eventjes over de wondertjes in het voetbal. Laten we dan maar dagdromen en een klein beetje bidden voor een wondertje dinsdag in Napels. Goedenavond. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door woning, keukens en badkamers.